Eergisteren zijn we begonnen met een reeks van filmpjes over brandstof. We zijn aan het bespreken hoe de brandstofvoorziening van ons lijf is geregeld. We zijn het beter aan het leren begrijpen, want menigeen denkt, en zo leren wij het ook, dat wij met onze voeding brandstof moeten leveren. Dit klopt echter niet, begrijp je deze dagen. En dat zijn we aan het bespreken. Ja, in jouw cellen is brandstof nodig. Brandstof om energie uit te kunnen putten in de mitochondriën van je cellen. En die energie is nodig bij elk proces in je lijf. Alleen die brandstof, het voeden van je lijf met brandstof, garandeert niet dat die brandstoffen aanwezig in jouw voeding ook aankomen in jouw cellen. En dat jouw cellen vervolgens uit die brandstof energie kunnen putten. Wij leren niet welke stoffen aanwezig moeten zijn in onze voeding. En dat zijn dus niet brandstoffen. Welke stoffen aanwezig moeten zijn in onze voeding om brandstoffen in ons lijf, brandstoffen in onze bloedbaan op te kunnen nemen in onze cellen, daar waar ze nodig zijn. Want waar zijn brandstoffen nodig? Waar is energie nodig? Waar vinden stofwisselingsprocessen plaats? Dat is in jouw cellen. Brandstof is wel in jouw lijf aanwezig, maar moet aanwezig zijn in jouw cellen. Om de opname van brandstof vanuit jouw bloedbaan in jouw cellen mogelijk te maken, zijn bouwstoffen nodig. Dat leer jij deze dagen. Wanneer wij echter niet leren welke bouwstoffen aanwezig moeten zijn in onze voeding om de opname van brandstof in onze cellen mogelijk te maken, dan zal jouw lichaam onvoldoende energie kunnen produceren in jouw cellen en kan de stofwisseling in jouw cellen niet goed verlopen. Zul jij hongerig worden? Zul jij trillerig kunnen worden? Kan jij niet goed concentreren? Zul je onrustig voelen? En dan leren we dat we iets moeten eten. Ga jij dan vervolgens brandstof eten? En heb je weer trek, ga je weer brandstof eten? Voeding met brandstof althans. Dan nog steeds kun je niet zorgen daarmee dat de stofwisseling in je lijf dan opeens wel beter verloopt en dat jouw cellen opeens wel voorzien worden in brandstof. Want wanneer we ons lijf voeden met brandstof na brandstof na brandstof, dan denken we dat ons lichaam kan beschikken over brandstof, maar nee. De opname van brandstof in onze cellen vereist bouwstoffen. In onze bloedbaan is altijd glucose aanwezig. Elk moment van de dag, wanneer jouw bloedsuikerspiegel gemeten zou worden, zal er een gehalte aan suiker, glucose, gemeten kunnen worden in jouw bloedbaan. Dat betekent dat brandstof in de vorm van glucose altijd aanwezig is in jouw lijf, in jouw bloedbaan. Alleen in jouw bloedbaan betekent dat dit niet zozeer in jouw cellen aanwezig hoeft te zijn. Om de opname van glucose in jouw cellen mogelijk te maken, bezitten jouw celmembranen glucosetransporters. Er zijn glucosetransporters die onafhankelijk werken van het hormoon insuline en er zijn glucosetransporters in jouw lijf die afhankelijk zijn van het hormoon insuline. Hoe dan ook, die glucosetransporters in jouw celmembranen moeten wel goed kunnen functioneren, moeten het transport van glucose vanuit jouw bloedbaan jouw cellen in mogen kunnen maken. Wil jij dat in de mitochondriën van jouw cellen uit die glucose ATP energie geput kan worden en wil jij dat de stofwisseling in jouw cellen vervolgens goed kan verlopen? Dat kan dus alleen wanneer de glucosetransporters, de membraaneiwitten in jouw celmembranen, welke zorgen voor het transport van glucose vanuit jouw bloedbaan jouw cel in, wanneer die goed kunnen functioneren. Wanneer kunnen de glucosetransporters in jouw celmembranen enkel goed functioneren? En zijn er ook voldoende glucosetransporters aanwezig in jouw celmembranen? Alleen wanneer jouw voeding regelmatig, structureel voorziet in de bouwstoffen waarmee jouw celmembranen na schade hersteld kunnen worden. Voorziet jouw voeding namelijk niet in deze bouwstoffen, ja, celmembranen raken voortdurend beschadigd, want in jouw lijf vinden er continu stofwisselingsprocessen plaats en er komen afvalstoffen bij vrij. En die afvalstoffen die beschadigen jouw celmembranen. Dat is in principe niet erg, want jouw cellen kunnen celmembranen herstellen. De stoffen aanwezig in jouw celmembranen kunnen hersteld worden. Alleen, jouw celmembranen bestaan uit
proteïnes, dat zijn membraaneiwitten, lipiden, dat zijn membraanvetten, en membraanproteïnes en membraanlipiden met daaraan gevestigd suikerantennes, welke het contact met de buitenwereld verzorgen. Die membraanproteïnes, lipiden en zogenaamde glycolipiden en glycoproteïnen, dat zijn de eiwitten en vetten met suikerantennes, die kunnen alleen maar hersteld worden wanneer jouw cellen voorzien zijn van bouwstoffen om die te kunnen herstellen. En deze bouwstoffen betreffen essentiële bouwstoffen. Wat wil dat zeggen? Essentieel wil zeggen dat jouw lichaam die niet zelf kan maken, niet zelf kan vormen en dus van afhankelijk is van jou, vanuit jouw voeding. Dat wil zeggen dat wanneer jij deze essentiële bouwstoffen, de bouwstoffen waarmee jouw celmembranen na schade hersteld kunnen worden, niet aanwezig zijn in jouw voeding, dat jij jouw lichaam niet kan voorzien van brandstof. Wij leren dat wanneer wij honger hebben, ons lichaam moeten voorzien in brandstof. En brandstof die kan gehaald worden uit koolhydraten, eiwitten en vetten. Brandstof kunnen onze hersenen alleen maar halen uit koolhydraten. Dus wij leren dat wij voeding met calorieën uit koolhydraten, eiwitten en vetten moeten consumeren. En dat een zeker deel daarvan koolhydraten moet zijn, omdat onze hersencellen ook voorzien moeten worden in brandstof. Echter. Begrijp jij deze dagen dat wanneer jij je voeding samenstelt met koolhydraten, eiwitten en vetten en zeker wel een deel daarvan koolhydraten als brandstof voor je hersenen, dat is helemaal niet wil zeggen dat jouw hersenen en de andere cellen in jouw lijf kunnen beschikken over die brandstof. Want de opname van brandstof is dan nog helemaal niet gegarandeerd, want die kan je alleen maar garanderen wanneer jouw voeding juist voorziet in de bouwstoffen, de essentiële bouwstoffen waarmee jouw celmembranen na schade hersteld kunnen worden. Kunnen jouw celmembranen niet hersteld worden, dan kan jouw voeding nog zo leuk koolhydraten, eiwitten en vetten bevatten. En dat zijn zeker wel brandstoffen waarin jouw cellen energie uitgeput kan worden. Maar dan belanden die helemaal niet in jouw cellen. Want hoe kunnen die nou in jouw cellen belanden wanneer de celmembranen van jouw cellen niet intact zijn? Wat horen wij dus eigenlijk te leren? Dat wanneer wij trek hebben, wanneer wij honger hebben, horen wij te leren dat inderdaad brandstof in onze cellen nodig is, maar dat wij daarvoor niet zozeer brandstoffen in onze voeding aanwezig hoeven hebben, maar dat wij moeten zorgen voor de essentiële bouwstoffen welke onze celmembranen intact helpen houden, zodat de brandstof welke altijd al aanwezig is in jouw lijf in de vorm van jouw bloedglucose en anders ook wel in jouw vetweefsel, zodat die gewoon opgenomen kan worden in jouw cellen. Eergisteren heb jij geleerd dat jouw voeding sowieso verse groenten moet bevatten, omdat verse groenten voorziet in de essentiële suikers waarmee de suikerantennes op jouw celmembranen na schade hersteld kunnen worden. Wanneer jouw voeding onvoldoende voorziet in de verse groenten, dan kunnen jouw celmembranen dus niet goed hersteld worden en kun jij je lichaamscellen niet voorzien in brandstof, ook al bevat jouw voeding heel veel brandstof, want dan kan die brandstof niet opgenomen worden in jouw cellen. Gisteren leerde jij dat die verse groenten nog aangevuld moeten worden met dierlijke eiwitten, omdat dierlijke eiwitten alle essentiële aminozuren bezitten en dat enkel met die essentiële aminozuren membraanproteïnes gevormd kunnen worden. Ontbreken dierlijke eiwitten in jouw voeding, of zijn ze wel aanwezig, maar zijn ze niet meer intact door verhitting samen met suiker? Ook dan kunnen jouw celmembranen na schade niet hersteld worden. Kun je nog zo goed voeding eten met daarin brandstof aanwezig, maar dan kunnen jouw cellen alsnog niet beschikken over brandstof. Want de opname van brandstof in jouw cellen is dan niet mogelijk. Vandaag leer je dat die verse groenten en de dierlijke eiwitten, die niet fit zijn geweest samen met suiker, dat die nog aangevuld moeten worden met essentiële vetzuren. En dat zijn de vetzuren omega 3 en 6. En die zijn onder andere aanwezig in vette vis, noten, zaden, pitten, algen en wieren. Maar die vetzuren kunnen niet goed tegen verhitting. Ga dus vette vis niet bakken op hete temperaturen. Koop die niet al gerookt. En ga ook jouw noten niet zelf nog even roosteren of al geroosterd gebakken inkopen. Wanneer jij die vetten in jouw voeding integreert, dus bij naast verse groenten en dierlijke eiwitten, af en toe wat noten, af en toe wat zaden, af en toe wat vette vis consumeert, dan voorzie jij je lichaam in omega-3 en omega-6 vetzuren, waarmee jouw celmembranen na schade, de vetzuren aanwezig in jouw celmembranen, hersteld kunnen worden. Bezit jouw voeding deze vetten niet, of onvoldoende, of in beschadigde toestand, omdat je die hebt verhit?
dan kunnen jouw celmembranen na schade niet hersteld worden. Dan zit er alsnog wel glucose in jouw bloedbaan en kun je alsnog wel je voeding laten bestaan uit heel veel brandstof, maar dan kan brandstof welke al in je bloedbaan zit en ook de brandstof welke in jouw voeding zit niet opgenomen worden in jouw cellen. Wat leer jij dus deze dagen? Dat om brandstof aan te laten komen in jouw cellen, dat jij je lichaam moet voorzien in de bouwstoffen van jouw celmembranen, zodat de brandstof welke al aanwezig is in jouw lichaam ook opgenomen kan worden in jouw cellen. Je leert dus ook dat jouw voeding niet zozeer brandstof hoeft te bevatten om de opname van brandstof in jouw cellen mogelijk te maken. Heb jij trek? Voel jij je regelmatig onrustig? Dan wil dat dus zeggen dat de opname van brandstof in jouw cellen niet goed mogelijk is. Dan wil dat dus niet zeggen dat jij je lichaam moet voeden met brandstoffen. Maar dan wil dat zeggen dat je je lichaam moet voeden met de bouwstoffen van jouw celmembranen. En dat jij dus met regelmaat verse groenten, dierlijke eiwitten met intacte aminozuren en omega 3 en 6 vetzuren, voeding met omega 3 en 6 vetzuren, welke niet verhit is geweest, moet consumeren om de opname van brandstof in jouw cellen mogelijk te maken. Want dat wil jouw lijf zeggen wanneer je honger hebt. Hallo, er zit geen brandstof in de cellen. Maak even de opname van brandstof in de cellen mogelijk. En je lichaam zegt dus niet met wanneer je honger hebt. Hallo, jij moet mij brandstof geven. Want dat is al aanwezig in jouw lichaam in de vorm van jouw bloedsuikerspiegel. Morgen een nieuwe reeks van filmpjes over een nieuw onderwerp. Want er valt nog zoveel te leren over de werking van het lichaam. Kijk je dan weer?